Dit is Vera Vlocht. Dat is leuk. Tegenover de synagoge in Amersfoort. Jongen, wat is het hier mooi. We rijden in de omgeving van Ruurlo, dat is Achterhoek, coulissen landschap. Altijd stralende dag. Hè? Een stralende dag. En we hebben iets heel leuks gedaan, hè? Ja, wat oud-collega's van hier in de radio ontmoet. Gezellig bijgepraat. De Overijsselse vecht. En wat jullie hoorden, zal ik even laten zien. Het is lekker, hè? Als het warm is, huppakee. Ja. En het was zo grappig, want eerst waren het alleen jongens. Maar toen de meisjes erbij kwamen, toen veranderde het gedrag van de heren. Hé, hey, Govert. Mooi hier, hè? Om, hè? Het is een prachtige avond. Hè? De vecht, de Overijsselse vecht. Govert en Vera bij de molen. De klap van de molen. Nee, niet van de. Even lekker gegeten. Jongen, wat is het mooi hier. Als jij in Overijssel wat eet, ja? Dan krijg je waanzinnig grote porties. En de eerste vraag is altijd: is het genoeg? Ja. Weten wij, hè? Weten wij. Ook even zo. De Overijsselse vecht laten zien. Hè? Ja. Weer ballonnentijd. Dat is heel gek, maar als je dat zelf ooit gedaan hebt, en ik heb dat ooit gedaan, dan kijk je daar heel anders naar. Ik kijk daar heel anders naar. Ik vond dat zo'n belevenis. Ik zou het zo weer doen. Ik werkte toen bij Omroep Amersfoort. En je had toen nog de Keistadfeesten. En ik zou verslag doen van de Keistadfeesten uit een ballon. Dat liep even anders. Want de wind stond de verkeerde kant op. Dus we waren binnen de kortste keren, lieten we Amersfoort achter ons. En kon ik genieten van een hele fijne ballonvaart. Die eindigde in Maurik. Zag ik de hele tijd klaarstaan. Die gaat nu ook opstijgen. Voor 8, maar u de 3.10. Op 3 punt. Maar we hebben veel te goed voor deze wereld. 3.10.
3 voor een tientje. 3 voor een tientje. En 4 voor 11. Het is de tijd voor de zonnebloemen, hè? I know. Wat zeg je nou? Een druppeltje bleek erbij? Ja, een druppeltje bleek erbij. Dode bacteriën. Dode bacteriën, oké. Gaan we doen. Mooi, hè? Hier word je mensen toch blij van. Drie bossen voor een tientje, dus gewoon op alle plekken waar het maar kan. Zonnebloemen. De zonsondergang boven het Gardameer is mooi, maar boven Amersfoort is het natuurlijk ook mooi. Gewoon vanuit ons zijraam. Bedankt voor het kijken en vergeet niet je te abonneren.